In Almere hebben we al heel wat restaurants waar we lekkere hamburgers kunnen eten. McDonald's, Burger Me, Five Guys, Hudson en Burger King. Ja, en dan hebben we de helft nog niet eens opgenoemd. Nee. Maar nu hebben we dus ook Fat Phil's. We hebben contact met de eigenaar Armin Verhabian. Goedemiddag. Kun je mij horen? Dat is altijd zo spannend, hè? Dan hebben we contact met iemand en dan tijdens de muziek kunnen ze ons nog horen, maar daarna niet meer. Nee, ik ga eens eventjes kijken. Hij gaat hamburger eten, denk ik. Ja, ik weet niet. Ik ga Armin nog een keer proberen contact mee te krijgen. Eens even kijken of dat lukt. Ja. Praten we gewoon even. Ben je een beetje hamburger eten trouwens? Nou, ik vind hamburgers echt heel lekker. En het lijkt net of die hamburgersrestaurants steeds grotere hamburgers verkopen. Ja, maar zo'n mes erin altijd, hè? Als je tegenwoordig een Armin, als je ons hoort, we gaan je even bellen. Want dat is denk ik het beste alternatief. Ja, nee, ik hoor jullie. Dan gaan we gewoon praten. Ja, gewoon lief jullie even weg. Ja, nou, je bent even nog niet in beeld, maar we hebben wel in ieder geval telefonisch contact met je. Nou, de vraag is eigenlijk, want we noemden net al 5 of 6 restaurants op waar ze hamburgers verkopen. Maar wat maakt jouw hamburger nou anders dan die andere? Het hele idee achter Fat Phil's is, qua de burgers, is het less is more. We zijn teruggegaan hoe de hamburgers echt origineel zijn gestart in Amerika bij McDonald's met een patty. Dat is een broodje. Dus dat is ook... Ja, nee, een patty dat is een plant, eigenlijk een dun geslagen hamburger op de grill. Dat is echt zo'n dun laag hamburger, vlees. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het hele idee geweest. Vanaf daaraf bouw je ze op. Dus je kan een single, dubbel, triple... met verschillende toppings kan je erop nemen. Maar het is wel het origineel is wel echt een normale hamburger. En daarin hebben we wel geprobeerd het terug te brengen. Het is eigenlijk een beetje een combinatie van een deli, waarvan we ook sandwiches doen. Mm-hmm. En de sandwiches gaan we all out. Daar zit friet tussen, pastrami. We werken met heel veel producten, wat normaal gesproken niet normaal is in Nederland. Pastrami, dat wordt wel gebruikt, maar... ligt niet zo voor de hand. Roast pork rib. Dus het zijn wel allemaal wat meer Amerikaanse producten. Ja, nou noemden we dus al heel veel tenten op. Hè. Vond je nou niet dat we al genoeg hamburgertenten in Almere hebben? Als je daar op zich mee bezig gaat houden met hamburgertenten of nou een pizzeria is of een pasta tent, die zitten overal en daar zitten meer dan genoeg overal. Als ik me daaraan had gebonden, dan had ik deze onderneming helemaal kunnen afstrepen. Mm-hmm. Dus dan, want in principe, burgertenten op de wereld in Amsterdam zijn we begonnen. Daar zit meer dan genoeg. Waar er nou meer dan 5 zijn, denk ik dat er in Amsterdam misschien 500 zijn. Een beetje overdreven, maar wel heel wat. Mijn concept qua concept is het toch heel verschillend van de hamburgertenten die daar zitten. Van de McDonald's, Five Guys, noem maar op. Vind ik wel dat daar aardig wat verschillen ervan. Ja. En we natuurlijk wat anders in te brengen hebben. Ja. Maar Armin, je kijkt met onderzoek toch wel naar van wat er is. En heeft het nog zin om erbij te komen in Almere? Daar heb je toch wel naar gekeken, neem ik aan? Zeker naar gekeken. Ja, waarom was er ook de behoefte aan jouw hamburger? Waar merkte je dat dan aan? Ik heb een punt gezet waar ik wil gaan zitten. Nou, dat was Almere was er één van. Voor net zo goed, onze volgende locatie gaat nu in Den Haag open. Daar hebben we ook een punt ingezet waar we naartoe willen. En dat was voor het merk Fat Phil's een mooie locatie om uit te breiden. Nou, Amsterdam hebben we een aardig doelgroep daarvan. En sinds we al geopend zijn, zijn wij heel erg tevreden met de resultaten die daar geboekt zijn. Ja, Almere zijn ook wel, die houden wel van een snelle hap, hè? Zeker, dat merk ik. In Almere loopt het vooral de snelle hap, wat een beetje op de ongezonde. Dat slaat gewoon heel goed aan. Kijk, in Amsterdam merk ik toch wel dat we heel erg meer richting het gezonde gaan. En dat het gezonde toch heel erg een rol speelt. En daar in Almere merk je dan toch wel dat gezonde concepten iets minder goed doen dan... Hoe kan dat, denk je dan? Waar ligt het aan? Geen idee. Ik zou het echt niet weten. Het is wel zo. Dus voor mij alleen maar goed. Dus ik hoop dat het ook niet veranderd. Het is een wereld van verschil. Ik bedoel, het is niet heel ver uit elkaar. Maar toch zo'n groot verschil dan in het eten van het eten. Nou ja, er wonen in Almere misschien inderdaad. Toch naar verhouding meer jongeren die de stad intrekken dan Amsterdam. Waar je misschien meer van toeristen afhankelijk bent.
Ja, maar andersom zou je toch dan eigenlijk denken... die jongeren die zijn misschien bewust bezig om wat gezonder te gaan eten. Nou, dat denk ik niet. Waarom niet? Wij hebben hier een hele discussie, Armin. Ja, ik denk dat jongeren dus gewoon niet gezonder willen eten. Okay, ik dacht dat het hip was dat je tegenwoordig steeds gezonder gaat eten. Maar... Ja. Inderdaad, het is wel ergens wel hip, maar ja, weet je... Amsterdam is een hippe, denk ik. Je merkt toch wel, elke stad heeft een hele andere definitie. En de bepaalde concepten werken in bepaalde steden heel goed, waarin weer in een andere stad weer een bepaald concept... Bijvoorbeeld in Amsterdam rijen voor de deur staan, zou bijvoorbeeld misschien in Almere eigenlijk helemaal niet draaien, of in Rotterdam of in Den Haag. Dus je merkt toch wel dat een bepaalde stad heel anders reageert op een concept. In Almere is dat gelukkig heel erg goed gevallen. Ik hoop dat het ook gewoon voorlopig aan blijft houden. Ja, nou zijn jullie op eind april open gegaan. Hoe was dat nou om in coronatijd? Midden corona. Dan durf je nogal wat. Zeker. Ja, kijk, in principe toen wij het hebben opgestart, corona was toen nog best wel ver. We waren begin dit jaar al bezig met de onderhandeling. En corona in China, je denkt natuurlijk, dit is nog nooit voorgekomen. Niemand had het zo ver zien komen. Dus als je mij had gevraagd begin januari van, zou je zo'n lockdown voor? Ja, had ik zeker niet verwacht. Dus in maart hebben wij de sleutels gekregen. Zijn we gelijk begonnen met verbouwen. Wel met het oog toen, 15 maart kwam, 16 maart kwam de lockdown. Wel nog denkend van, over 2-3 weken ga je open. Was niet zo. Maar we zaten toch nog steeds midden in onze verbouwing. Uiteindelijk zijn we de derde week april, als ik het goed heb, geopend. Waarvan Almere harder draaide dan Amsterdam. Waarvan Amsterdam eigenlijk echt de flagship store is. Dus en dat kwam omdat je toch een stukje had van, hier in Almere zijn toch allemaal locals. In Amsterdam ben je toch zo erg gebonden aan de toeristen. Mm-hmm. Ja, er waren geen toeristen meer in Amsterdam. Nee. In Almere heb je toch een bepaalde vaste klanditie die je dan kan opbouwen. Ja, en dus daar kun je ook op doorbouwen, zeg maar, in de toekomst? Dat is je hoop, om daar ook door te bouwen? Zeker. Want wij merken toch wel met onze klanten in Almere dat terugkerende klanten zijn. Ben je er nog? Ja, de verbinding. Is hij nog terugkerend? Nou, dat weet ik niet. Dat zou dus hoop moeten geven voor de toekomst, denk ik dan. Vooral omdat hij daar dus een vaste publiek bij heeft in Almere. Ja, zo zal het zijn. Ik zal nog even kijken of we het contact kunnen herstellen met Armin. Even kijken hoor. Dat is toch een beetje gedoe allemaal. Armin, ben je er alweer? Misschien dat we toch wel weer contact met je hebben. Hallo. Hij is een hamburgertje aan maken, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Nou, Armin die heeft in ieder geval toekomstdromen, horen we al. Wat ik heb begrepen is dat hij 60 franchise-aanvragen al heeft gehad. Dus hij kan nog overal uitbreiden, denk ik. Dat was Armin van Fat Fils in Almere. Armin Fahabian. Het is daar dus een enorm succes. Ik heb eventjes gekeken op de site. Dat zijn hamburgers. Daar kan je 2 dagen van eten. Zo groot zijn ze. Dat was Armin Fahabian van Fat Fils.